De medewerkers en bewoners van zorggroep Hilsijn verzorgden op vrijdag 17 juni een fashion date in hun werkhuis te Heidhuizen. We vroegen Hilde Hesman van de zorggroep wat het werkhuis is. Het werkhuis is een onderdeel van Hilsijn. Hilsijn heeft verschillende locaties, waaronder de 24-uurzorg, woonhuizen en appartementen. En natuurlijk een groot kantoor. Het werkhuis is bedoeld voor iedereen die woont of zorg krijgt van Hilsijn. Waar dat jongeren dus overdag naartoe kunnen, van maandag tot vrijdag, van 10 tot 4 uur. En er zit wel een hele filosofie, zit er wel achter, dat het niet zomaar iets is. Maar er zit wel echt een reden achter waarom dat ze hier naartoe kunnen komen en wat ze hier kunnen doen. Kun je aangeven wat voor soort activiteiten doen de cliënten hier? Ja, dat is heel breed. Dat is van koken, dat is van dingen maken. We hebben laatst tafels gemaakt, kasten, een bank staat buiten ook nog. Inderdaad, kleren verstellen. Het is ook wel heel erg op aanvraag met projecten. En nu vanavond hebben we een speciale gelegenheid. Judith, kun je uitleggen wat is de Fashionate? De Fashion Day is eigenlijk ontstaan doordat ik verschillende jongeren bij ons op de woongroep kleding heb gegeven van mezelf. Omdat mijn kledingkast helemaal uitpuilde. En op een gegeven moment had ik nog meer kleding en ik bleef dat maar aan de jongeren geven. En op een gegeven moment hadden zij ook een uitpuilende kledingkast. Dus ik had zoiets van ik wil eigenlijk alle jongeren van zorggroep Hilsijn wil ik blij maken met kleding. En zorgen dat ze ook volgens de laatste mode zeg maar erbij kunnen lopen. En toen ben ik met de Fashion Day begonnen. Wat ik eigenlijk gedaan heb is vrienden, kennissen, collega's, iedereen vragen of ze hun kast wilden uitmesten en hun kleding bij ons wilden inleveren. Zodat ik de Fashion Day kon organiseren. En de Fashion Day is eigenlijk gewoon een avond van 7 tot 10 s'avonds met een hapje, een drankje, gezellig muziekje. Waar de jongeren voor een klein prijsje kleding kunnen uitzoeken. En wat betaal je voor een kledingstuk? 50 cent per stuk. Dus dat is niet veel. Is dat de eerste keer dat jullie dit organiseren? Dit is de derde keer, want het was een heel groot succes. Dus we blijven dit ieder half jaar doen. En Anita, jij hebt meehelpen organiseren, hè? Wat heb je gedaan? Ik heb in principe alle kledingzakken heb ik uit elkaar gehaald. Dus alles bij elkaar wat vies is of gaat in zitten, weggegooid. De goede dingen wat bruikbaar waren, op zijn plekken neergelegd. En wat kan gemaakt worden, ook kunnen gaan maken om dat dan ook alsnog te kunnen verkopen. Dus. En hadden jullie genoeg spullen? Ja, we hebben echt genoeg spullen. En het leuke is dat juist doordat we het nu steeds opnieuw blijven doen en ook op bijvoorbeeld Facebook laten zien dat we de Fashion Day organiseren, dat er ook winkels in de omgeving zijn die daarin een rol willen spelen en die ons dus ook nog eens kleding hebben gegeven. Zoals Ties & Mans bijvoorbeeld uit Neer. Die hebben ons ook heel veel mooie kleding gegeven deze keer. Maar ik begrijp, het is alleen voor de cliënten van Hilsijn die iets kunnen kopen, hè? In eerste instantie waren het echt alleen voor de cliënten van Hilsijn. En nu willen we dus ook gaan kijken of mensen, vrienden, kennissen, maar ook misschien in de toekomst voor buitenaf, die het wat minder breed hebben dan het gemiddelde mens. Wat doen jullie met alles wat overblijft? In principe gaan heel veel dingen ook weer mee naar de volgende lichting van de Fashion Day. En we maken op een gegeven moment ook wel een keuze om een gedeelte ook naar een ander goed doel te doen. Want anders blijven we iedere keer dezelfde kleding meenemen naar de volgende keer. Wanneer is de volgende keer, denk je? Over een half jaar. We doen het ieder half jaar.